partij die de heer Beertema vertegenwoordigt, de Partij voor de Vrijheid. Wat zou daar nou op tegen zijn, vraag ik aan de heer Beertema, om mensen gewoon zichtbaar zichzelf te laten zijn? Of is dat ook alleen voorbehouden aan mensen zoals u en ik, vraag ik de heer Beertema. De heer Beertema. Ja, voorzitter, meneer Vermeulen zegt altijd zo verschrikkelijk veel tegelijk. Hij begint altijd zijn vragen met inleidingen waar dan niet op gereageerd kan worden. Alles wat u in uw inleiden zegt, heb ik niet gezegd. Ik heb het gewoon niet gezegd. Ik heb wel gezegd dat er een... Dat kunt u ook niet ontkennen, meneer Vermeulen, zeg ik via de voorzitter, dat de transitieklinieken wachtlijsten hebben tegenwoordig. Dat er enorme verwardheid is onder kinderen, jonge kinderen, over hun seksuele identiteit. Dat heel veel kinderen inderdaad, zoals ik zeg, denken dat gender en seks hetzelfde is. Voorzitter, dat komt ergens vandaan. Die kinderen die lezen dat niet in de Donald Duck of zo, die krijgen dat vanuit hun school, waarvan de leraren vaak toch overmatig links aangehoogd zijn, zal ik maar zeggen. Daar krijgen ze dat te horen. Op die scholen wordt geïndoctrineerd. U kunt mij niet wijsmaken, meneer Vermeulen, zeg ik via de voorzitter, dat die tienduizenden klimaatsoldaatjes in de tijd op het Malieveld, die daar aan het protesteren waren en buitengewoon depressief waren, omdat een groot deel daarvan zeker wist dat toen over 12 jaar de aarde niet meer bewoonbaar was, dat die dat ergens oppikken. Ik heb het aan ze gevraagd. Dat vertelt onze meester, meneer, zeiden ze tegen me. We horen dat in het journaal. Die kinderen waren depressief. De scholen zijn de uitrollers van deze agenda, van de klimaatagenda, van de genderagenda. En ik vind dat een probleem. Niet alleen ik, de overgrote meerderheid van de ouders in Nederland vinden dat een probleem. Die willen niet dat hun kinderen aan dit soort dingen worden blootgesteld. Uiteindelijk gaat het allemaal over seks. Iedereen moet weten, zelf weten wat hij wil. Iedereen moet zijn seksuele identiteit kunnen beleven in alle vrijheid. Wij zijn de eerste partij geweest die voortdurend gewezen hebben op dat lastigvallen, op het intimideren, op het geweld tegen homo's in de grote steden, waar ze niet meer hand in hand kunnen lopen. De partijen aan uw kant, zeg maar, die verduisteren allerlei rapporten waaruit blijkt dat het over het algemeen Marokkanen zijn die dat doen. Dat mag dan weer niet gezegd worden. Maar u geeft wel al die blanke mensen de schuld van een benepen cultuur waarin transgenders enzovoort niet zichzelf zouden kunnen zijn. Ze kunnen zichzelf zijn. Dank u wel. Totaal, helemaal. Er wordt ze niets in de weg gelegd. En zeker niet door ons, voorzitter. Dank u wel, de heer Vermeulen. Ik wil u beide vragen om zowel de interrupties iets korter te houden en ook de antwoorden. Anders wordt het nog een lange middag. Voorzitter, mijn interruptie was buitengewoon kort. Zeker voor mijn doen, kan ik u zeggen. Ik hoorde ze al lachen, dus dat neem ik wel aan. Het antwoord van de heer Beertema was verrassend lang. En dat betekent meestal dat hij niet goed weet wat er aan de hand is. Maar de kern hier is dat er maar één verward iemand is. En dat zijn niet die kinderen. Nee, die kinderen die begrijpen heel goed dat hun toekomst van hen is. Veel meer dan dat die van de heer Beertema en van mij is. En die toekomst staat gewoon op het spel. En dat daar aandacht voor is, dat is goed. En dat is juist goed dat die kinderen daar aandacht voor hebben. Maar mijn punt is, de heer Beertema en zijn partij, die gunnen vrijheid alleen maar aan degene die net zo zijn als zij. En dat beeld van dat heel Nederland niet zou willen dat kinderen en jongeren en ouderen hun eigen keuzes maken, echte vrijheid hebben, dat beeld wil de heer Beertema hier schetsen, maar dat beeld klopt niet. Er is maar één partij hier die de vrijheid van mensen in eigen keuzes in de weg staat, en dat is de PVV. Is geen vraag, is een feit. Voorzitter, ik vind dat een infame beschuldiging. Ik vind het een beetje jammer dat meneer Vermeulen van D66 dat nu doet. In zijn laatste begroting die we hier hebben. We hebben hier altijd heel veel plezier gehad met de 10 begrotingen die we samen gehad hebben. Maar dit soort beschuldigingen, daaruit blijkt dat zelfs meneer Vermeulen totaal geradicaliseerd is in die benauwde D66-omgeving. Waarin iedereen die het niet met ze eens is, tot fascist wordt bestempeld, tot racist wordt bestempeld, Tot fnuikers van de vrijheid. Ik vind het werkelijk schandalig, voorzitter. Ik heb er geen andere woorden voor. Om even af te sluiten.